Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Manchester United Career Mode. Zoals jullie in de vorige aflevering konden zien en waarschijnlijk ook hebben gezien, hebben wij dus Sancho gekocht voor maar liefst 120 miljoen, dus dat is best wel veel. Maar ja, Sancho is een hartstikke goede speler. Hij is 20 jaar en nu al 88, weet het. Hij heeft een potentie van iets van 92 of zo, dus ja, dat komt helemaal goed. Dat betekent wel dat James dus naar de bank gaat en hier zien we Martial die dus waarschijnlijk gaat verkocht worden aan Juventus. Op linksbuiten hebben we dan gewoon Vinicius staan. Ja, die gast is ook pas 20 jaar en heeft ook iets van de potentie van 92. Dus het gaat echt heel lekker. Wat ik sowieso nog als transfer wil gaan doen in deze transferperiode is Harry Maguire verkopen. Of misschien gewoon verhuurd. Nou, niet verhuurd. Ik wil hem sowieso eigenlijk weg hebben. En dan wil ik Matthijs de Ligt gaan kopen. En wat misschien wel leuk leek, was om Harry Maguire in de deal met Matthijs de Ligt te betrekken. Dus dat kunnen we zo meteen gaan proberen. We gaan sowieso ook weer wat verder simuleren. En spelers trainen naar Williams. Die gaat er weer naar de 75. Dat deed het heel lekker. Ja, iedereen gaat gewoon een stukje omhoog. Heel goed. Vinicius gaan we hier dan ook laten bijzetten. Dit is gewoon even de tijdelijke training. Maar wanneer het seizoen echt gaat beginnen, ga ik weer van die trainingen maken. Van trainingssessie 1, 2, 3. Dat soort dingen. We hebben een transferbod voor Smalling geregeld. Oké, heel lekker. Wolverhampton zou willen kopen. Dan gaan we zeker onderhandelen. En dan kunnen we misschien wel overeenkomen. Zou mooi zijn als eens kunnen worden. Wolverhampton is denk ik best wel een goede club voor Smalling. Hij is 14,5 miljoen waard. Ze bieden 15,9. Dan ga ik 18 miljoen bieden. Of 18,5 doe ik. 4 miljoen boven zijn waarde. Oh. Dus 4 miljoen boven zijn waarde. Dat moet denk ik wel lukken. Hij is 30 jaar. Kan sowieso nog een jaartje mee. Oké, lekker. Hij is het ermee eens. De vertegenwoordiger van Wolverhampton. En nu is het gewoon afwachten op hij zelf. Of hij overeen kan komen met de club. Ik hoop het wel. Want dan zijn we tenminste van Smalling af. Hebben we weer wat extra geld. Ja, dat is helemaal mooi. Oké, het transferbod van Grant is vastgelopen. En het transferbod voor Bernard Sparta Rotterdam. Zou hem graag willen kopen. Dus dit gaan we accepteren. En hopelijk gaat hij eens worden. Nou, we hebben best wel veel transfers hier staan. Maar Charlie dus wel echt waarschijnlijk weggaat. Ik denk het wel. Of ik denk dat ze wel overeen gaan komen. Maar wat ik nu ga proberen is Matthijs de Ligt te proberen te kopen. Dus we gaan even naar het transfer toe. En dan gaan we naar onze transferlijst toe. En dan gaan we kijken. Hij is 86 rated. 20 jaar. Hij heeft ook iets van een potentie van 90 of zo. Dus dat is ook heel erg goed. Dus wij gaan benaderen om Matthijs de Ligt te kopen. En het zou heel erg lekker zijn als we dus Maguire kunnen betrekken in deze deal. Dat gaan we elk moment zien. Of dat dus kan. Hopelijk willen we gewoon een centrale verdediger. De speler wisselen. En centrale verdediger. Oh, hier de centrale verdediger. En dan gaan we Harry Maguire aangeven. Dus we denken dat we elkaar kunnen helpen met een spelerdeal. Dus wat gaan ze zeggen? Oké, we overwegen alleen dan met Maguire voor de Ligt met de spelen plus geld duw, Jezus Christus. Oké, tegenbod. Wat ga ik doen? Matthijs Ligt is 55 miljoen waard. En Maguire is 31. Dus dan zou ik doen 25 miljoen. Is het verschil in waarde. Dan doe ik nog 20 miljoen bovenop. Nou, 45 miljoen dan. Dan moeten ze hier toch wel mee eens gaan. Jezus, wat is dit, hé? Zo'n hoog. Zo'n hoge transfersom is echt veel te veel. Dan gaan we 50 miljoen doen. Oké, misschien dat ze dit accepteren. 58 miljoen. Oké, we komen in de buurt. Dan ga ik 52. Nee, 53.500 doen. En als ze dit niet accepteren, dan ga ik gewoon naar zijn huidige waarde. Oké, lekker jongen. Ja, hij is het gewoon mee eens, de vertegenwoordiger van Juventus. Hij is het ermee eens. Dan gaan we nu onderhandelen met Matthijs de Ligt zelf. Dus we gaan onderhandelen. En als het dus goed komt, dan zijn we gewoon Harry Maguire kwijt aan Juventus. Maar dan krijgen wij daar Matthijs de Ligt voor in de ruil. We hebben alsnog 50 miljoen extra moeten betalen. Dus dat is best wel veel. Matthijs de Ligt is dus best wel duur. Nou, we gaan eigenlijk in ieder geval een cruciale rol in de ploeg. Ja, hier zie je hem zitten met zijn manager, de agent. We boeken veel voortgang. Laten we hoeveel jaar? Nou, 5 jaar zijn wel mooi. Wilt u dat zelf ook? Ja, dat is wat hij ook op het oog had. Afkoopclausule wil ik negeren. Dat wil hij ook. En dan gaan wij
salaris nu 120 miljoen is denk ik wel, of 120.000 per week. Een tekenbonus van 1,2 miljoen denk ik. Ja, dan moet dit wel goed komen. Even kijken wat hij zegt. Oké, top. Dit is een redelijk aanbod. Mijn cliënt is daar tevreden mee. En dan hebben wij Matthijs ligt binnen, de tweede aanwinst van dit seizoen. En we hebben echt twee hele goede aanwinsten. We gaan hem gelijk in het team zetten. Misschien staat hij er al in omdat hij op de plek van Maguire komt. Ja, daar staat hij al, jongens. Wat hebben wij nu een goed team. Ja, dit is echt top, jongens. Matthijs de Ligt en Sancho als nieuwe aanwinsten. We hebben echt een heel goed team. Wan-Bissaka is goed. Die hoef ik niet te vervangen. Alderweireld, de Ligt ook niet. Gaia, ja, Van der Beek en Pogba hier samen. Ik heb ook nog Saúl op de bank. Heb ik Fernandes. Rashford in de spits. Linksbuiten. Vinicius rechtsbuiten. Sancho. Dus, ja, ons team staat echt hartstikke goed. En we kunnen nu zeker weten meedoen voor die eerste plaats. We hebben een transferbod voor Diego Dalot. Of Dalot. We gaan onderhandelen met Ajax. En kijk wat we eruit kunnen halen. Hij was 13 miljoen waard. Ik zag al dat Atletico Bilbao hem ook misschien wel kopen. Maar daar kwamen we niet mee overeen. Dus wie weet wel met Ajax. Hij is 13 miljoen waard. Ik ga beginnen met 19 miljoen. Of nee, ik begin met 20 miljoen. Het zou wel nice zijn als ze dit accepteren. Oh mijn god, ze accepteren gewoon. Ajax heeft echt heel veel geld blijkbaar. Want Atletico Bilbao wou dus niet accepteren. Dus dit is helemaal mooi. Dan gaat Dalot waarschijnlijk naar Ajax toe. Dat betekent dat wij een nieuwe rechtsachter moeten gaan kopen. Nou, niet per se moeten, maar het zal wel beter zijn voor de teamfitheid. Want ik ga even naar mijn team toe. We hebben dus Gaia op linksback en Williams als wisselspeler. En we hebben ook nog Luke Shaw. En aan het rechtsachter hebben we Wan-Bissaka. En dan hadden we eigenlijk alleen Dalot die rechtsachter kon. Verder niemand. Ja, we hebben hier wel nog... Even kijken, waar staat die? Oh, we hebben Lard. Maar ik denk dat hij niet echt goed genoeg is. Nou, Lard is dus niet goed genoeg. Ik heb heel even zijn potentie opgezocht. 83 rated. Ja, met al één seizoen gespeeld ben ik bang dat we dat niet gaan halen. Ja, ik zou dat natuurlijk kunnen halen, maar dat gaat sowieso nog heel lang duren. En dan koop ik liever gewoon een andere rechtsback. Ik weet niet of wij een beetje goede rechtsbacks op de transfer op onze verlanglijst hebben staan. Ik ga het heel even checken. Maar volgens mij niet. Nee, we hebben niks te staan. Ja, dat betekende dat ik gewoon even wat nieuwe spelers moet gaan zoeken. Voor de rechtsachterpositie. Ik heb hier drie rechtsachters gevonden. Ik heb Danny Da Costa, Ruben Penna en Mazraoui. En ja, ze moeten alle drie nog even scouten. Dus binnen ongeveer 12 dagen was het volgens mij dat we een scoutverslag binnenkrijgen. En dan gaan we een van deze drie kopen. Ik denk dat het Mazraoui gaat worden. Hij is het jongst en heeft dus nog wel wat potentie. En als het goed is, is hij 76 rated of hoger. Dus dat is mooi, dan kan hij mooi gewoon als wissel gelden. En ja, voor hem is het ook gewoon een mooie transfer naar Manchester United. We gaan nu nog even wat dag verder simuleren. En ik zie al dat de wedstrijd tegen City er gelijk aan zit te komen. Ik krijg ook inmiddels dat Smalling en Martial verkocht zijn. Dus we hebben weer heel veel miljoenen op de bank. We hadden sowieso al heel veel. Maar ja, sowieso nog meer. Even kijken hoeveel we nu hebben. 254 miljoen. Saúl heeft een bericht achtergelaten. Ik ben de laatste tijd heel goed in vorm en voel me uitstekend. Ik hoop dus dat je me in de wedstrijd tegen mij zit die niet op de bank laat zitten. Nou, ik zal het overwegen. Ik denk dat ik hem laat starten in plaats van Pogba. Verder transfer van Dalot vastgelopen. Oké, het is vastgelopen. Hij kwam niet overeen met de club. Transfer van Bernard. Vastgelopen. Smalling en Martial verkocht. Dus dat hebben we gehad. Dus Dalot gaat waarschijnlijk niet weg. Behalve als er weer een transferbod aankomt. Maar ja, we hebben in ieder geval drie goede rechtsbacks, wisseldesbacks, rechtsbacks die we eventueel kunnen gaan kopen. De wedstrijd tegen Manchester City die gaat worden gespeeld op het Wembley Stadium als het goed is. Ik ga wel voor de opstelling klaarzetten. Ik denk dat ik het zo laat staan. Ja, De Ligt en Sancho gaan allebei hun debuut maken. Ik hoop dat we winnen. Het zou mooi zijn als we de Community Shield gelijk kunnen winnen. En dat hebben we gewoon al gelijk in de beker binnen. We gaan eventjes naar onze kalender toe. Kijk, we hebben dus City dan gewoon een week rust nog. En daarna Fulham. Ik denk dat ik alleen de wedstrijd tegen City nu ga spelen. En dan nog wat verder simuleren. En dan de wedstrijd tegen Fulham voor de volgende aflevering wordt. Ik ga nu de wedstrijd in. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, hier zijn we dan. Hier zie je al gelijk Sancho in beeld. Met een hesje aan. Hij is een beetje aan het hooghouden. We zijn lekker aan het opwarmen. We spelen dus op Wembley. Wij in ons thuis zijn nu. City in hun uitenu. En ja, City is natuurlijk hartstikke goed. Ik weet niet meer wat. Volgens mij hebben we vorige keer tegen ze gewonnen. De laatste keer dat we tegen ze speelden.
Maar ja, hopelijk kunnen we dat nu ook weer, want het zou gewoon lekker zijn als we die Community Shield pakken. Oh, heel lekker gedaan dit van Rashford. Hij is zo langs de verdediging. Hoezo gaat dit zo makkelijk? Stiffen maar erover en hij gaat net over. Wat zonde, hé. Dit was echt een hele goede snelle aanval. En Ederson kwam uit en ik dacht, ik probeerde maar erover te stiffen, maar hij ging maar net te hoog. Zo lekker de Gea, wat een gekke redding. Die zijn ze in de rebound, maar we zitten er goed tussen hoor. Sterling aan de zijkant. Hij gaat verder. Die Sterling is er weer voorbij. Hij doet het echt goed. Hij speelt heel erg goed. En ja, hier staan we 0-1 achter. Sterling komt er iedere keer voorbij. En Wan-Bissaka die kan hem gewoon niet bijhouden. Dus ja, hier komen ze weer met een goede af. En wordt het ook nog gewoon gescoord door Aguero. We staan 1-0 achter. Die Sterling is ook echt hartstikke snel. Ja, 1-0 dus. En ja, ik weet niet hoeveel minuten we nog hebben. We zitten in ieder geval nog in de eerste helft. We hebben nog een half uur gespeeld, dus we hebben nog een uurtje. Misschien kunnen we het nog goed maken. Hier is City lekker, jongen. De Gea is zo'n fantastische keeper. Nu ook gewoon weer een hele goede redding. Geef die bal maar mee. Ah, oh, wat dan naar Rashford. Hij moest naar Vinicius. En het lijkt erop dat City met een heen en zal iets proberen te creëren. Vinicius. Zo. Op de paal. Wat zonde. Vinicius echt. Jongen, wat jammer. En het was Sancho met een hele goede voorzet. We zijn hier nog wel in de aanval. Maar Rashford. Ah, dat wordt afgefloten. We hadden hier echt toch een hele grote kans. We gaan de rust in met een 0-1 achterstand. En City speelt best wel goed. Maar ja, wij spelen ook niet slecht. Je kunt wel zien dat de zenuwen ze hier parten speelt. Hoor. Zijn tegenstander probeert een sliding, maar hij ontwijkt hem. Zo, Sterling jongen. Stop eens even. Wat, hij gaat er ook nog in? Ik dacht dat hij naast was. Jezus, we staan gewoon achter met 0-2. Die Sterling jongen, wat is hij goed. Wan-Bissaka houdt hem echt niet bij. Ik weet echt niet hoe we dat kunnen gaan oplossen, want Wan-Bissaka is wel snel. Ja, we hebben geen snellere spelers dan Sterling hoor. En in ieder geval geen verdedigers. Ook al die skills van hem hier. Kijk wat hij allemaal deed. Zo komt hij makkelijk langs de verdediging. En de onderarm van de Gea. Ik dacht nog dat hij naast zou gaan, maar hij zit er gewoon in. Oké, Sancho hier. 1 op 1 met de keeper. Leg hem maar af. En dan moet deze erin. En hij zit erin hoor jongens. Lekker. We komen terug op 1-2. Wie is het? Volgens mij is het Saúl die je scoort. Of Bruno Fernandes. Ja, het is Bruno Fernandes. Lekker, jongen. 1-2 met nog een half uur te gaan. Dus wie weet wat gaat gebeuren. Het kan zomaar zo zijn dat wij gewoon terugkomen. Ik dacht trouwens wel in eerste instantie dat het misschien buiten spel was. Maar gelukkig niet. En gelukkig telt hij gewoon. Hij ging door de benen van Ederson. Hier, Saúl met een schot. Zo, Ederson. Hele goede redding van hem. Zo, wat een schot die van Riyad Mahrez. Maar de Gea ook weer met een hele lekkere redding. Beide keepers, de Gea en hoe heet die, Ederson, doen het echt hartstikke goed. Oké, zoals je hier ziet, wissel ik 3 spelers, terwijl ik al 2 keer had gewisseld. En blijkbaar heb je zoveel wissels als je wil hier in de FA Cup ofzo, voor de Community Shield. Dus dat is wel handig. Kom ik nu eigenlijk pas achter in de laatste paar minuten. Nou, het is toch handig om te weten voor de volgende keer. Want normaal gesproken heb je er maar 3. We zijn hier nog eventjes. Ja, slechte pass. Daniel James kan er niet goed bij. En we hebben dus nog 2 minuten te gaan. We zijn nog steeds achter. Hier Sané. Ja, het is denk ik niet meer mogelijk. Fred hier. Oh, die heel goed de bal onderschept die van Sané. Maar die hem zo weer terug heeft. En we kunnen die bal maar niet pakken. Lekker de Gea. Goed gepakt, ja. Wordt waarschijnlijk nu afgefloten. Ja, er is afgefloten. We verliezen met 1-2. Tegen City. En dat betekent dat wij niet winnen. Heel jammer. De Community Shield gaat dus naar Manchester City toe. Hun zijn natuurlijk hartstikke blij. Ja, volgens mij was het niet een hele belangrijke beker. Het is altijd mooi als je iets wint, een prijs. Maar ja, het is niet anders.
Wat ik dit seizoen wel echt voor wil gaan is misschien wel die eerste plaats. En ik wil ver komen in de Champions League en dan misschien proberen te winnen. Oké, we zijn weer terug. We hebben een paar berichten gekregen. Namelijk van Saul hebben we een berichtje. Hij bedankt mij dat hij mocht spelen. Nou, ga ze door. En we hebben een bericht. Transport voor Bernard. Die gaan we ook even accepteren. Waarschijnlijk gaat hij zelf weer niet overeen kunnen komen met de club. Hij heeft ook Sparta natuurlijk weer afgewezen. Het is echt vervelend dit. Want ja, bij mij gaat hij niet spelen. Hij kan beter gewoon naar een andere club gaan. Maar dat ziet hij zelf niet in. We kunnen ook weer trainen. Ik ga wel nu even die trainingssessies instellen. Oké, ik heb hier 3 trainingssessies gemaakt. Dit is de eerste trainingssessie met vooral verdedigers. Dit is de tweede trainingssessie. Ik doe de licht nog een keer trainen. Hier doet hij gewoon, volgens mij dribbelen was het. Om zijn pace een beetje omhoog te krijgen. En hier pasen. Verder heb ik hier nog wat andere spelers erbij. En dan zit de derde Grimo. Die train ik ook 2 keer. Hier train ik hem voor zijn schieten. Zijn snelheid. En hier gaat het echt gewoon om het schieten en dribbelen en pasen. Dus dat zijn weer de trainingen die ik waarschijnlijk gewoon de rest van het seizoen ga doen. Of in ieder geval gewoon een groot deel van het seizoen. Ook ga ik Henderson veel trainen. De keeper die is teruggekomen van zijn uitlening. Hij is 80 geleden en 23 jaar. Dus dat kan ik mooi gewoon trainen. We gaan nog even verder simuleren tot de wedstrijd van Fulham. Die ga ik niet spelen. Maar gewoon voor de volgende keer. Hebben we misschien nog wat berichten die we kunnen gaan krijgen. Hier is met De Ligt loopt op verbetering naar slechte buur. Ja, De Ligt vond ik niet heel goed spelen. Maar ja, het is de eerste wedstrijd. En daar kan ik hem niks kwalijk nemen. Ook vergat het druk op simuleren. Maar we hebben tot nu toe wel echt 2 hele goede transfers. We hebben dus, Sancho en De Ligt. En hier hebben we een transferbod voor Luke Shaw. We gaan allebei mee in gesprek. We gaan eerst met Schalke onderhandelen en daarna met Getafe. En dan ben ik benieuwd welke club meer geld biedt. Hij is 16,5 miljoen waard. Ze bieden al best wel hoog. Dan ga ik gewoon 24.500 doen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze dit zullen gaan accepteren. Oké, Schalke is er mee eens. Dan gaan we nu nog Getafe proberen. Die gaan waarschijnlijk. Ik denk dat ik bij Getafe 26 miljoen ga proberen trouwens. Aangezien 24.5 gelijk wordt geaccepteerd. Geen idee waarom er zo hoog wordt geboden voor Luke Shaw. Hij is 25 jaar. 26 miljoen ga ik bieden. Kijken of ze dat goed vinden. Hij is 81 rated. We hebben de 23.5. Dan ga ik 25 doen. Kijken of ze het eens worden voor 25 miljoen. 23.6 nog steeds. Dan ga ik 24.500. Ik ga sowieso niet lager dan 24.500. Aangezien we dat het daarmee ook akkoord zijn gaan met Schalke. Oké, hij wil het zelf niet, dan heeft hij gewoon lekker pech. Want Luke Shaw gaat dus waarschijnlijk gewoon naar... Luke Shaw gaat waarschijnlijk naar Schalke 04. Op de linksachterpositie hebben we ook nog Williams. Dus Luke Shaw zal sowieso niet heel veel gaan spelen dit seizoen. En dan is het misschien wel beter dat hij naar een andere club gaat. We hebben weer een transfer voor Dalot. Gaan we onderhandelen... ik denk dat ik met 21 miljoen begin. Vooral met... Nee, ik begin gewoon bij 20 miljoen. Valencia zal niet super veel meer geld hebben dan Ajax. En Ajax is met 20 miljoen eens. Nieuwe transfer om 20 miljoen. Dat moeten ze denk ik wel accepteren. Want ze kwamen nu echt al in de buurt van met een bijna 19 miljoen. Ja, ze zijn het er ook mee eens. Dan is het nu gewoon een kwestie van afwachten. En kijken of Dalot zelf overeenkomt met... de club, Valencia. En als dat zo is, dan gaan wij een nieuwe rechtsback kopen. En waarschijnlijk Mazraoui. Ja, dat is ook wel een leuke transfer. En een leuke speler die we dan ook wel kunnen gaan trainen. We simuleren nog even 2 dagen verder. Hebben we weer een bericht. Transferbod voor Pogba. Zo. Transferbod voor Pogba van Bayern. Heel erg weinig geld. We gaan onderhandelen. Maar ik denk niet dat we overeen gaan komen. Als ze met zo weinig geld komen. 57 miljoen. Gewoon nog onder zijn waarde. Dat is eigenlijk een beetje disrespect naar Pogba, maar ja. Ik begin gewoon met 80 miljoen. Hoeveel zou ik beginnen? Ik denk 86 miljoen. Dat is denk ik wel een goed begin. 68 miljoen, oké. Ze komen al gelijk een stuk hoger. Dan gaan wij weer iets lager. Hij is dus 61 miljoen waard. Dan is het 10 miljoen boven waarde, 20 miljoen. Zo, 22 miljoen boven zijn waarde. Dit dan misschien 69 jaar. Dat vind ik echt te laag.
ga ik 81 miljoen bieden. Of 81 miljoen zeggen dat ik dat wil. Nou, hij wil het niet. Ja, Bayern München, jongens. Kom op. Je gaat toch niet met zo'n laag transferbod. Kom op, Pogba. Dat is gewoon echt dikke disrespect naar hem. Ja. Ik denk dat de enige clubs die hem zouden kunnen betalen, zou denk ik Barcelona zijn. Of Real Madrid, hoor. Of misschien Paris Saint-Germain trouwens. Maar voor dat is denk ik echt geen club die hem kan betalen. En misschien dan nog Juventus die hem ook zou kunnen betalen. We hebben het transfer voor Rogge. Oké, nice. En Olympique Lyon. Dan gaan we eventjes kijken, hoor. Ja, hij gaat waarschijnlijk gewoon naar Schalke 04. Dus ik ga daar niet eens op in. Behalve als ik ineens een bericht krijg die niet overeenkomt. We gaan wel even met de onderhandelen voor Rogge. Hij is 8,5 miljoen waard en ze bieden iets van 7 miljoen. Dus dan gaan we wel wat meer proberen uit te halen. Ik denk dat ik 10 miljoen doe, dat moet wel goed zijn. Hij is inmiddels ook alweer 30 jaar, 78 rated. Dus ja, 10 miljoen zou misschien wel mooi zijn. 10,5 doe ik even. Kijk wat ze zeggen. Oké, 7,2. Dat vind ik echt te weinig, jongen. 10 miljoen dan maar. Ik wil wel even boven zijn waarde gaan, hoor. 7,5, ja, dat is ook nog steeds bijna. Ga ik 9,5 doen. Lager dan 9,5 miljoen kan ik echt niet gaan. Nou, oké, hij wil het niet. Ja, Watford heeft blijkbaar geen geld. Ja, en ik ga hem niet verkopen voor minder dan zijn waarde. Dan gaan we weer even terug. Ja, we zijn eigenlijk al aangekomen bij de wedstrijd. Ja, dat zijn we al. Nou, ik ga deze video afsluiten. Dit is de opstelling die we momenteel hebben. Dus met De Ligt en Sancho. In de volgende aflevering hebben we nog steeds de transfermarkt. En wie weet worden er nog wat spelers gekocht en verkocht. Vergeet deze video niet te liken. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.